BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Altran. Altran, uw partner in engineering, research and development. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur. Een gezonde werkplek. Niet al te lang geleden hadden we het daarover in dit programma. Gaat het vaker over? Moet dat nou een arbeidsvoorwaarde of niet? Een tool om te achterhalen wat de medewerker denkt en misschien wel voelt. Dat is het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Maar niet iedereen is erover eens of het nou wel werkt of niet. We gaan erover discussiëren en dat doen we met zelfstandige organisatieadviseur Simon van der Veer en Egbert Engelfried van onderzoeks- en adviesbureau Integron. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het MTO. Hè, er is al een afkorting voor. Bedoeld als thermometer voor de zaak. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Zullen we het om te beginnen voor dit gesprek als MTO afkorten? Ik vind het prima. Maar wat is het precies? Nou, het, is het is overal ineens. Precies. Nou, het is een instrument om de tevredenheid van medewerkers of de bevlogenheid, de betrokkenheid te meten. En uiteindelijk ook om dat te verbeteren, want waarom zou je anders het gaan meten? Ja, en dus, hoe meet je dit? Nou, je meet het door vragenlijsten uit te zetten en vervolgens interviews te doen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Maar mijn stelling is eigenlijk, de manier van onderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoeken leiden juist tot minder tevredenheid door de manier waarop die onderzoeken worden uitgevoerd. Oh, dus ik zeg stop ermee. Want de irritatiefactor is te hoog. Nou, het is moe. Het levert het gevoel op om specifiek te maken. Want daar is mijn trigger ontstaan om hierover te schrijven. 3 maanden geleden was ik bij een zakelijke dienstverlener. En er zat een groep leidinggevenden aan tafel die net de uitslagen van het onderzoek binnen hadden gehad. En die benoemde het als, dit is een afstrafmoment voor de leidinggevende. Met als idee, de uitslagen zijn anoniem. Dus het is voor hen gissen wie met welke score en met welke beleving het heeft ingevuld. En daar lijkt me wel iets voor te zeggen overigens. Want stel je voor dat je alleen maar negatief bent, dan weet je dat je vervolgens zelf op het matje moet komen. Zoals mijn schoonvader altijd zegt, gissen is missen. Dus als je voortdurend moet gaan gissen en schoonvader. Ja, precies. Dus als je voortdurend moet gaan gissen en speculeren wie wat heeft gezegd, kom je in een soort sociaal wenselijke setting. Waarin iedereen gewoon gaat meeknikken met de baas, maar iets heel anders vindt of denkt. Ja. Dus die anonimiteit, het baasbesje, dat is eigenlijk de zwarte kant van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het zorgt ervoor dat we collectief met elkaar verstoppertje gaan spelen. Nou, dat is misschien een goed moment om even aan te haken. Allereerst de definitievorming van wat een medewerkeronderzoek beoogt is uiteraard om te kijken waar de binding met de medewerker kan worden gevonden. Je geeft in feite de medewerker een stem in de organisatie. Als je daar vanaf wil, ja, dan ontneem je een medewerker zijn stem. Dat is een aanname. Dat doe je. En belangrijker nog, het afnemen van een enquête zorgt er ook voor dat ze aan kunnen geven. In onze branche is dat vrij gebruikelijk. Wat ze daar ook in belangrijk vinden. Maar waarom? En belangrijk, niet alleen dus naar tevredenheid vragen, maar ook naar de betrokkenheid. Een bepaalde mate van loyaliteit. En bevlogenheid. Maar wat belangrijk is dat je natuurlijk wil zorgen dat organisaties het beste uit hun medewerker en uiteindelijk ook uit hun klant halen. En want die medewerker die dient namelijk die klant. Eens, maar waarom heb je dat onderzoek en die vragenlijst daarvoor nodig om die stem van je medewerkers te leren kennen? En dan ook nog eens dat die onderzoeken maar 1 keer per jaar worden uitgevoerd. Ja, dan heb je het over de manier waarop. Hè? Dan precies. Hebben we het puur over methodiek. Maar kijk, daar zit natuurlijk ook verschillende manieren om dit te doen. Om die medewerker een stem te geven. Je hebt natuurlijk hele grote organisaties waarbij het lastig is om met iedereen een persoonlijk gesprek er zijn niet aan genoeg, te gaan. Er zijn gewoon niet genoeg contactmomenten. Er zijn niet genoeg contactmomenten. Ook al staat de deur altijd open van de leiding. Maar dat is een aanname. Dat kan. Je loopt niet zomaar naar binnen. Ja, je wil een startpunt hebben. En als ik even kort nog een methode mag toelichten. Je hebt een startpunt. En vanuit dat startpunt ga je ook tussentijds kijken hoe de vlag ervoor hangt. Nadat je natuurlijk met de medewerkers in gesprek bent gaan. Want alleen een medewerkeronderzoek, zo kom je er niet. Dat is ook de reden dat Integron bestaat. Om ervoor te zorgen dat je actief met die resultaten aan de slag gaat. En ook daadwerkelijk die medewerker die stem laat horen. En vervolgens ook in tussentijdse momenten, misschien op korte onderwerpen, thematisch nog verder uitvraagt. Nou, en ik disqualificeer ook niet die onderzoeken. Ik
Ik kom meer eigenlijk in protest hoe die onderzoeken worden uitgevoerd. De anonimiteit, wat gewoon stimuleert een afschrijfcultuur, vingertjes wijzen. De passieve vraagstelling, namelijk vragen als de organisatie heeft duidelijke doelen. Het leiderschap vertoont goed voorbeeldgedrag. Over welke anonimiteit spreek je dan? Kijk, dat het niet tot een individu te herleiden is. Dat bedoel is, ik. Dat is logisch. Maar er zit Want waarom is dat logisch? Waarom is het logisch het dat het van niet... het onderwerp af, welke onderwerpen je ook uitvraagt. Natuurlijk. Eens. Dus daar kan ook een verschil in zitten. Je kan er ook voor kiezen om mensen deel te nemen, laten nemen aan een panel. Maar mag ik nog even iets toelichten? Want er zullen toch naast een medewerkerstevredenheidsonderzoek ook andere momenten zijn op de werkvloer waarop werknemer en werkgever niet anoniem met elkaar spreken. Ja, het is een functioneringsgesprek. Dus als je even dwars zit, kan je dat op die momenten toch ook nog aangeven? Maar waarom zouden we die onderzoeken voortzetten als bijna 90% van de mensen in de organisatie zegt, ik krijg er geen energie van. Ik word er niet nieuwsgierig van. Ik word overladen met vragenlijsten en enquêtes. Die 90% ken ik overigens niet. En dat getuigt ook natuurlijk van het feit dat ik hier sta. Is geen aanname, want naar aanleiding van die mening die ik toen kreeg bij die klant, ben ik op onderzoek uitgegaan. Dus ik heb afgelopen maanden honderden gesprekken gevoerd. Ik heb columns erover geschreven, mensen uitgenodigd om te laten reageren. Ja, maar jij bent kritisch, dus het is logisch dat jij ook reacties en bijval krijgt van mensen die misschien ook kritisch staan tegenover dat. Ik vraag net zo goed de opdrachtgevers, de directeuren, de bestuurders die onderzoeken uitvoeren. Gisteren nog heb ik het gevraagd aan iemand die zei van, weet je, ik zet zelf die vragenlijsten uit en ik betwijfel de effectiviteit ervan. Want we zijn mensen aan het opjutten om die vragenlijsten in te vullen, reminders te sturen, waardoor de kwaliteit van die onderzoeken alleen maar afneemt. Ja. Ja, het moet geen gedwongen materie zijn, daar ben ik met je eens. Daar kan ik goed in komen. Ik denk dat het goed is ook om te beseffen dat er ook heel veel organisaties zijn. En ik heb het dan niet over de grote aantallen. Ik durf die 90% niet aan van jou. Maar de aantallen die wij dagelijks in onze praktijk tegenkomen. Van organisaties die echt blij zijn met het moment dat ze weten waar ze staan. Een agenda hebben, bijvoorbeeld vanuit directie, met een stip aan de horizon. Maar ook benieuwd zijn hoe die medewerker er tegenaan kijkt. Mag juist de stem geven aan die medewerker is cruciaal. Hoe belangrijk is het voor jullie bedrijf, hoe groot is deze poot, die medewerkerstevredenheidsonderzoeken? Nou, we hebben eigenlijk twee takken. Het enerzijds heb je natuurlijk het onderzoeksgedeelte. En anderzijds ook het advies. Dat is ongeveer in balans met elkaar. Daar waar in het verleden het onderzoek ook echt technologisch nog iets was wat vrij ingewikkeld was, is dat steeds makkelijker aan het worden. Dus het ophalen van van feedback gaat steeds makkelijker. Maar waar wij de kennis in op hebben gebouwd in de verschillende branches is natuurlijk op basis van wat men met de resultaten heeft gedaan. Dus wij weten ook wel wat wel en niet werkt. Ja, maar goed, maar de kritiek is toch nog, ook al is het makkelijker geworden, is juist dat er echt heel hard aan getrokken moet worden. Dat niemand zin heeft om er aan mee te doen. Daar herken ik het niet in. Wij hebben gemiddeld 60-70% respons op een medewerkeronderzoek. Dus dat... daar hoeven wij niet al te veel moeite voor te doen. Oké, maar dat zijn de aantallen. En ik ben nieuwsgierig, want jij praat natuurlijk ook een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. Onderzoek je ook de tevredenheid over die medewerkerstevredenheidsonderzoeken? Exact. Nou, dat is heel fijn dat je die vraag stelt. Want daar doe je onderzoek naar. Nou, waarom ik net over die methode begon. Je doet het meerdere malen. Je kan het jaarlijks doen. Je kan ook groot één keer uitpakken en daarna kort thematisch meten. En in de tussentijd vraag je ook aan die medewerker welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Want dat is cruciaal. Wat kan je als individu en als team aan organisatiesucces bijdragen. Wat hebben jullie in die methodes aangepast de afgelopen jaren? Want wellicht hebben jullie ook geconstateerd, iedere bedrijf wil het op een andere manier ingericht hebben, wil het op een andere manier uitgevoerd hebben. Passen jullie die methodes aan? Hebben jullie gemerkt dat dat nodig is om ervoor te zorgen dat die tevredenheid over die tevredenheidsonderzoek omhoog gaat? Ja, de belangrijkste trend natuurlijk in de markt is dat het korter en bondiger moet. Alles moet kort en snel. Is het dan nog steeds evenveel waard als je minder tijd investeert in zo'n onderzoek? Nou, daarom nogmaals, die methode is heel erg belangrijk. Dat je ook eenmalig een keer een groot onderzoek uitvoert. Want mensen zijn 40 uur per week zijn ze aan het werk. Dus het is ook niet zo gek dat je ze op wat een langere vragenlijst voorlegt. Ja. Om ook gewoon wat de onderwerpen te verdiepen. Het zou ook eigenlijk een disqualificatie zijn van het werk als je volgens met 2-3 vragen de hele evaluatie doet van iemands werk. Maar het is ook een momentopname. Het is eigenlijk een snapshot helemaal als je wat als je het ook maar één keer per jaar doet. Maar ook als je het vaker gaat doen en korter. En het eigenlijk wat lichter aanstipt. Dan heb je ook alleen maar op dat moment
Nou, op dat moment gebruik je het als stimulans voor de dialoog die je wil aangaan. Als leidinggevende of ook gezamenlijk in een team. Waar bijvoorbeeld een onderwerp als samenwerking naar voren komt. Dus daar zijn verschillende manieren voor. Het is niet zo dat er... het was inderdaad in het verleden zo. Je doet zo'n heel lang onderzoek en dat doe je 1 keer in de 2 jaar. En daar gebeurde dan verder niet zoveel mee. Die geluiden hoor ik natuurlijk ook. Ja, dan krijg je moedeloze gevoelens. Alleen dan komen ze bij ons en dan gaat het uiteindelijk... Gaat het anders. Nou ja, dat wil ik niet zeggen zelfs dat het allemaal anders gaat. Maar in veel gevallen, door onze betrokkenheid ook in het natraject... maar ook voor, in het goed opzetten... daar hadden we toevallig net even over... In ons kleine voorgesprekje. Oh jee, hebben jullie daar verpest voor ons? Nou ja, we maakten even kennis van tevoren. Simon van der Veer, wat zie jij als alternatief... deze manier van meten? Of zeg je van, het is sowieso niet nodig. Gewoon samen je werk doen. Er zijn er genoeg momenten gewoon in het dagelijks gebruik. Bij de koffieautomaat waar je over je lucht kan geven... aan je ontevredenheid of aan je plannen. Gezien de effecten in de praktijk... dat mensen er weinig zin van krijgen... het weinig nieuwsgierigheid stimuleert... de kwaliteiten van twijfelachtig is... Hoe kan het dat die er zo diametraal tegenover staat? Want aan de ene kant hoor ik dat het heel goed gaat... met die medewerkerstevredenheid onderzoeken... En u blijft maar zeggen, het is rampzalig. Hoe kan dat? In welke werelden leven jullie? Nou, sowieso dan in verschillende werelden. En zoals ik net al zei, nou, als je die onderzoeken uitvoert... dan heb je er natuurlijk deels ook belang bij... dat die onderzoeken stand blijven haven. Mm. En tegelijkertijd, ja, ik ben natuurlijk adviseur in die praktijk. Ik loop rond op die werkvloer en mijn... Eigenlijk wil ik eerst even reageren op jou, Paul. Want jij vroeg aan mij, wat is het alternatief? Laat ik een voorbeeld hanteren. Ik zeg, stop met die vragenlijsten. Kijk naar PSV, naar Toon Gerbrands. Hij heeft het in mijn optiek altijd over de relatietheorie. En dat betekent dat je als manager, als leidinggevende... maar ook als collega's met elkaar oprechte interesse met elkaar moet hebben... om belangstelling te hebben bij hoe presteren we naar klanten? Hoe werken we met elkaar samen en wat is jouw bijdrage erin? Dan heb je die hele vragenlijsten niet meer met elkaar nodig. Dus in de cultuur, in het leiderschap... moet er al een soort intrinsieke drive zitten om te willen leren... om die onderzoekende houding elke dag te laten zien. Ja, maar ik denk dat de coach met een MTO dan een aardig instrument in de handen heeft... om te bereiken wat jij... En er is niet iedere stem in een organisatie is even luid. Er zijn ook mensen die wat zachter praten. En die worden op deze manier ook beter gehoord. En daar wil ik me zeker hard voor maken. En wat ik belangrijker nog vind, is het verhaal wat wij daarna met de mensen doen. En de dialoog en de versterken van die relatie. Je noemde net het voorbeeld van PSV. Nou, ik weet niet of dat heel goed heeft gewerkt. Maar uiteindelijk is dat wel hetgeen wat je ook probeert... als een onderzoek is afgerond. Nee, eens. Dus het startpunt is daar. En dan begint het ook echt pas. Oké, dus... Maar Simon, jij zegt zelfs... En dan gaan we even pauzeren. Maar jij zegt zelfs... mensen worden er minder tevreden van. Het heeft een negatief effect. Heeft hij zoveel reacties gekregen. Precies. Nou, en wat zijn de top 3 verbeterthema's? Communicatie staat altijd op 1. Mensen willen altijd meer betrokken worden en meer gehoord worden. Daarna leiderschap staat op 2. Uit onze onderzoeken blijkt dat niet zo is. Nee, wat komt er uit jullie onderzoeken? Wat staat tijd er op 1? Tijd voor reclame! Ja, gooi hem er maar in. We praten zo meteen verder en dan komen we misschien wel uit op een moment dat die werelden elkaar toch gaan ontmoeten. Blijf dus luisteren. Bent u op zoek naar verdieping, maatschappelijke relevantie of frisse nieuwe inzichten? Voor executive programs met topsprekers uit zowel wetenschap als de praktijk? ESA, Erasmus School of Accounting and Assurance. Onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor het volledige aanbod ESA.nl. ESA met dubbel A. BNR Bouwmeesters, voor bedenkers, bouwers en bewoners. Morgen om 4:30. De Merwedebrug. In beide richtingen is die brug voor vrachtverkeer verboden terrein. De Schipholtunnel. Brandje, dat is dus geweest hier in de zijtunnel. Is dit een voorbode? De alarmerende uitkomst van het onderzoek naar de staat van tunnels en bruggen in ons land. Morgen om 4:30 in BNR Bouwmeesters. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Let op! Ziet jouw huis er wel bewoond uit tijdens je vakantie? Woonveilig en Philips Hue presenteren de aanwezigheidssimulator. Nu een voordeelbundel van het Woonveilig Alarmsysteem en de Philips Hue Starter Kit voor maar €299. Bij Coolblue, Mediamarkt en woonveilig.nl.
Mijn naam is Koen Thijssen, medeoprichter van Bloemon. Tijdens de challenge op donderdag 29 juni buigen 4 finance professionals zich over de volgende vraag. Welke financiële beslissingen zorgen ervoor dat Bloemon het eerste global flower brand wordt? De winnaar mag zich Best Finance Professional van 2017 noemen. Meld je nu aan voor dit event. Discussieer mee en laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het finance domein. Ga naar fd.nl/thechallenge. The Challenge is een initiatief van het FD in samenwerking met Yacht. Yacht, number one in connecting professionals. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Kijk, daar heb je Tijn. Ben hier. Je kent hem misschien nog van Serious Request met zijn nagellakactie Lak aan. Tijn vecht tegen hersenstamkanker en wil kinderen die ook zijn ziekte hebben wel een kans geven. Om geld op te halen verkoopt hij daarom zijn eigen nagellak. Lak door Tijn. Alle opbrengsten gaan naar Stichting Semmy. Ik hoop dat je ook meedoet. Koop Tijns lak voor een tientje op lakdoortijn.nl. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Waarin we praten over het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Oh nee, je moet het MTO zeggen. Is dat nou een goede tool of niet voor bedrijven? Daarover praten we met zelfstandige organisatieadviseur Simon van der Veer en Egbert Engelfried van onderzoeks- en adviesbureau Integron. Het MTO is zinloos omdat je aan een tevreden medewerker niks hebt. Je hebt een medewerker met passie nodig. Dat is de stelling. Ben je het daarmee eens? Ik denk zeker dat je ook wat hebt aan die tevreden medewerker. Ja, tevredenheid is de vijand van de vooruitgang, volgens mij. Als iedereen het lekker naar zijn zin heeft, dan heb je die edge gewoon niet. Ja, maar dat kan ook juist de push zijn naar een passievolle medewerker die zich volop inzet en het meeste uit zichzelf haalt. En dat is wat je uit onze landelijke onderzoeken ook ziet, ja. Dat dat nog te weinig gebeurt. Enerzijds het individu die daar te weinig in doet en anderzijds de organisaties die daar te weinig ruimte voor geven, zodat men zich ook passievol kan inzetten. Ja, dus de gewenste uitkomst eigenlijk van zo'n medewerkerstevredenheidsonderzoek is dat iedereen niet even tevreden is nog? Nee, uiteraard zit er diversiteit in een organisatie. En juist dat is hetgene. En daarom is die tool ook belangrijk om dat in kaart te brengen. En dan gaat het bijvoorbeeld over een anonimiteit. Ja, anonimiteit, je kijkt bijvoorbeeld ook naar de gelaagdheid van de organisaties. Dus ergens weet je wel wat er in een team of een afdeling, mits die groot genoeg is, leeft. En in een vervolggesprek kun je de anonimiteit doorbreken door ook na te gaan waar bepaalde oorzaken of oplossingen liggen en welke bijdrage een medewerker daarin kan leveren. Wie bepaalt wat er gevraagd wordt? We krijgen hier op Twitter een opmerking van iemand die zegt: ik word gek van die onderzoeken, omdat het altijd lijkt alsof het management stuurt op wat men terug wil zien. Hoe gaat dat bij u in de praktijk? Wie zit er aan tafel als zo'n onderzoek wordt opgesteld? Dat kan directie zijn, dat kan HR zijn die daar een belangrijke rol in speelt. Maar waarom zitten medewerkers nog niet aan tafel? Ik was nog niet klaar. Okay. Een OR zit er vaak nog bij. Soms wordt inderdaad ook de input van de medewerker daarin gevraagd. En uiteraard heb je vanuit je ervaring als Integron zijnde, hebben wij een bepaalde ervaring en komen wij ook met een voorstel van wat wij denken dat de juiste vragen zijn. En wat we hier dan op Twitter terugzien van iemand die denkt: het is gestuurd, er wordt ingezet op een bepaald resultaat. Wantrouwen hou je altijd natuurlijk in. Dat is ook, denk ik, iets wat je in een organisatie terug kan zien. Ja, het doet mij ook een beetje denken, het is een beetje een symptoom van wat je de managementziekte zou kunnen noemen. Hè? Overal aan alles willen draaien en sturen zonder dat het echt in de core business van je bedrijf nou heel veel effect heeft. Dat hangt er vanaf of je er ook wat je ermee doet in het vervolg. Als je het onderzoek laat bij directie en vervolgens daar verder niet de organisatie mee ingaat, ja, dan ben ik het met je eens dat inderdaad die kant op gaat. Maar ja, als je daarover in gesprek gaat, dan doorbreek je dat juist. Ja. En dan nog tevredenheid of bevlogenheid, hè, of echt passie. Daar zit nogal een wereld tussen, denk ik. Ja, het belangrijkste is dat je ervoor zorgt als organisatie dat de basis op orde is voor binnen een organisatie. Dus datgene wat de medewerker daadwerkelijk belangrijk vindt, dat je daaraan werkt. En dat kan soms ook gewoon verschillen. Ja. Binnen een organisatie, binnen een branche. Dus het in kaart brengen van wat men belangrijk vindt en daaraan werken. Zorgt er ook voor dat die medewerker zich optimaal inzet. Ja, want er is onderzoek waaruit blijkt dat 90% van de werknemers in Nederland eigenlijk best tevreden is over zijn werk.
En dan kom je aan met zo'n onderzoek wat dat gaat meten. En dan loopt het percentage terug. Alleen ja, al door die onderzoekers. Er is ook onderzoek waaruit blijkt dat heel veel mensen niet zo tevreden zijn over hun werk. Dus het is ook maar net welk onderzoek je op dat vlak gelooft, denk ik. Ja. He, want stiekem zijn er heel veel mensen... Gaan al die MTO's helpen om meer zicht te krijgen op... Nee, het MTO aan zich natuurlijk niet. Dat is de stelling, of de column die je hebt geschreven... is dat een medewerkeronderzoek... Dat tot ontevredenheid leidt. Daar ben ik het niet mee eens. Maar het is niet de tool aan zich die natuurlijk ervoor zorgt dat de medewerker tevreden is. Het is een momentopname die je maakt en waarmee je de organisatie meeneemt en ervoor zorgt dat ze feedback kunnen geven. En die stem, dat je naar die stem luistert en vervolgens ook er iets mee doet. Ja. Dat is cruciaal. Je bent ook wel een beetje licht geraakt, lijkt mij, Simon. Als je een onderzoek op je bord krijgt als medewerker en daar dan heel erg ontevreden van wordt. Dat zou kunnen. Kijk, in de praktijk, want dat ben ik wel eens hoor met mijn gesprekspartner. Het gaat natuurlijk niet zeker om die vragenlijst. Het gaat over de follow-up van die vragenlijst. Hè, de executie. Iedereen weet altijd, weet je, leuk die evaluaties. Maar het gaat erom wat je ermee doet in de praktijk. Zijn we het daarover eens? Precies, weet je. En, we hebben hem gevonden. En daar ontstaat de moedeloosheid en het energieverlies van mensen. Dat ze denken, ja, leuk die vragenlijsten, maar er verandert toch niks door. En ik zeg, een van de redenen daarvoor is die anonimiteit. Reden twee is die passieve vraagstelling. Om iets te vinden van de organisatie, je leidinggevende, de strategie, maar niet je eigen aandeel in de huidige situatie te onderzoeken. En ik vind de term ouderwets. De term medewerkstevredenheidsonderzoeken komt uit de jaren 60. Abraham de Zwaan, een beroemde socioloog, in 1972 schreef een betoog, een boterham met tevredenheid. Een boterham met tevredenheid. Toen ontstond die term al. In 50 jaar tijd hanteren we nog steeds een ouderwetse term uit het industriële tijdperk. Het is niet meer actueel. En waar pleit je dan wel voor? Er zijn nog ontwikkelingen die al heel lang meegaan. En die niet per se, doordat er een andere naam op zit, het beter gaan. Ja. Nee, maar de intenties zijn vaak ook nog hetzelfde. De intenties in de jaren 60 waren dat managers, directieleden van fabrieken dachten, ja, we moeten die arbeidsproductiviteit op peil houden. Mm. En we hebben een zoethouder nodig voor de medewerkers om die onderzoeken te doen. Door het de term medewerkstevredenheidsonderzoeken te geven, impliceert het alsof het alleen gaat over medewerkers op de productievloer. En niet meer over managers, directieleden en andere stakeholders. Egbert, het is een zoethoudertje? Nee, absoluut niet. En wij noemen het vaak medewerkersonderzoek. Dus dat tevredenheid, omdat dat niet het enige is wat je meet. Je kijkt ook naar de drijfveren. Een belangrijk onderwerp wat je net aanstipt, is ook dat je kijkt naar in hoeverre men een bijdrage levert aan bijvoorbeeld het klantresultaat. Hoe kan men ervoor zorgen dat men klantgerichter wordt binnen een organisatie? Dat kan ook als onderdeel worden gezien. Maar goed, niet iedereen heeft klantcontacten in een organisatie. Nee, maar je kan ook als je indirecte invloed uitoefent. Iemand die op de administratie zit en die bij wijze van spreken alleen maar zwart-witte facturen stuurt, kan daar een kleurtje aan geven. Maar Engbert, hoe worden de vragen bij jullie geformuleerd? Zijn ze passief of actief? Actief in de zin van, wat is mijn aandeel in het kader van klantontact? Of onze organisatie is goed in klantgerichtheid. Hoe is de formulering bij jullie van de vraag? Allereerst zijn het stellingen. Die worden getoetst op de mate van hoe men daar tegenaan kijkt. Dus dat kan in tevredenheid. Dat kan worden vragen. Heb je een voorbeeld? Heb je een voorbeeld van vragen hoe ze bij jullie worden gebruikt? Nou, bijvoorbeeld om een actief voorbeeld te geven, is welke bijdrage men levert aan het klantsucces. Men of aan ik? Het organisatiesucces. Ja, want ik men is ook vaag en passief. Nee, maar je moet twee dimensies onderscheiden. Enerzijds heb je als individu invloed, je hebt als team invloed en uiteindelijk, misschien wel een derde dimensie, ook de organisatie. Dus welke bijdrage lever jij als individu? En wat kost het eigenlijk als ik zo'n onderzoek wil laten uitvoeren? Kan ik gewoon een pakketje bij jullie kopen? Een pakketje, ja. Dat klinkt wel denigrerend voor zo'n goed onderzoek. Dus, maar... dus wij bellen en zeggen van, nou, het is weer die tijd van het jaar. Kunnen we een MTO'tje krijgen? Nou, dan stel ik de wedervraag. Dan word je weggestuurd. Wat je wil bereiken met het onderzoek. Want daar denk ik dat het om gaat. Maar hangt er ook het budget nog vanaf? Wat is de fee? Van een medewerkeronderzoek? Ja, dat hangt er natuurlijk ook van. Ik weet niet hoeveel mensen bij BNR werken. Ja, wij hebben net achter de rug. Oh, jullie hebben net achter de rug. Oh, met een collega, dat is waar. Maar ik weet niet wat daar. Jullie waren er ook heel tevreden over, toch? Of wordt het in één keer nu ongemakkelijk stil? Ja, nou, we waren toch een beetje aan het einde van de discussie gekomen. Ja. Dus dat scheelt dan weer. Paul, wil jij de afkondiging voor je rekening nemen?
Ja, hartelijk dank voor dit gesprek, heren. Ik ben hier niet ontevreden over. Laten we zo dan afronden. Simon van der Veer, zelfstandige organisatieadviseur. En Egbert Engelfried van onderzoeks- en adviesbureau Integron. Dank jullie wel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Professionele hulp nodig bij een cybersecurity incident? Ga meteen naar northwave.nl. Morgen BNR Digitaal, ons programma over digitale zaken. Het wordt een hele hete zomer. Maar wat gaat de Bitcoin eigenlijk doen? En trouwens, noteer 1 augustus maar vast in je agenda. Dat wordt een belangrijke dag in Bitcoinland. Morgen om 3:00, BNR Digitaal live vanaf Google Cloud Next in de Kromhouthal in Amsterdam. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. Elke onderneming is uniek. Wat als standaard opleidingsprogramma's niet toereikend zijn voor uw medewerkers? Groei door met een erkende opleiding op maat van LOI Zakelijk. Een eigen opleiding binnen een wettelijk erkend hbo- of mbo-kader. Meer weten? Vraag een gratis adviesgesprek.